Minister Antoine Iljas van Volksgezondheid heeft het parlement vandaag geïnformeerd over de voorzorgsmaatregelen die de regering heeft, die de regering treft ten aanzien van het coronavirus. Dit gebeurde na een topoverleg tussen deskundigen van zijn ministerie en de totale Raad van Ministers. De bewindsman is op verzoek van de volksvertegenwoordigers ingegaan op de diverse maatregelen die zijn getroffen bij de verschillende grensposten van Suriname. Met name Albina heeft nu een verhoogde controle, omdat sinds gisteren officieel bekend is dat 5 mensen van dit buurland besmet zijn met het coronavirus. Iljas benadrukt dat er vooralsnog geen paniek hoeft te ontstaan bij de gemeenschap. De preventie zal worden verhoogd en het ministerie van Volksgezondheid is het enige kanaal dat feitelijke informatie zal verschaffen. Er vindt spoedoverleg plaats met alle actoren in Albina, waarbij ook het beroep zal worden gedaan op de lokale samenleving om te handelen op basis van feiten en geen vrees. Het verzoek zal worden gedaan om de winkels gewoon open te doen. Er zal zeer spoedig een gezamenlijke patrouille Suriname-Franciane op de Marowijnenrivier plaatsvinden met het doel het personenverkeer in de gaten te houden tegen de achtergrond van COVID-19. Ook zullen Suriname en de ambassade van Frankrijk met een gezamenlijke verklaring uitkomen. Er komt zeer spoedig een roadblock op de Oost-West verbinding van de politie en militairen, waarbij voorbijgaande personen en verkeer zullen worden gescreend. Iljas zegt verder dat er gerichte informatiesessies zullen zijn voor de verschillende belanghebbenden. Met name hotels, tour operators en medici zullen regelmatig geïnformeerd worden over de stand van zaken. De 100% grenscontrole gaat onverkort door bij alle grenzen. Desbetreffende technische, logistieke en financiële behoeften zijn in kaart gebracht. Intussen is ook ondersteuning van de Wereldbank en IDB toegezegd voor assistentie waar nodig. Ook het bedrijfsleven zal in de gelegenheid worden gesteld hun bijdrage te leveren. Op allen wordt het beroep gedaan de preventieve voorschriften vanuit volksgezondheid in acht te nemen en zich niet te laten opjutten door fake news en vrees. Hedenavond zal via het NII live informatie worden verschaft aan het publiek. Op het publiek wordt verder het beroep gedaan. Indien symptomen worden bemerkt, zulks door te bellen naar 178. Minister Antoine Iljas van Volksgezondheid vandaag tijdens de DNA-vergadering. De bewindsman heeft het parlement geïnformeerd over voorzorgsmaatregelen tegen het coronavirus.